Zo, ja, ik heb heel veel paparazzen bij me, dat niet schrikken, maar ik zou gisteravond ook iets doen, maar toen kregen we auto weg en allemaal weer een goede banen geleid en geen nood. Ik pas mijn boodschap van gisteravond en vandaag, dat loopt mooi naadloos in elkaar over en dat zonder dubbele tijd ervoor te gebruiken, niet schrikken. Zoek die vast op, openbaring 17. Openbaring 17. Openbaring 17. Zo. Dan lees ik eerst de eerste zes versen, openbaring 17. En een uit de zeven engelen, die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn donker geworden van de wijn harer hoerij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godlastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid hare hoerij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoerijen en de gruwelende aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Ik zal maar hem bidden. Trouw onze vader, mag ik u zo blijven danken hier voor uw woorden. U heeft een boek gegeven aan uw gemeente. Met daarin geschiedenis, uw heilsplan, ook heel veel profetie, Heer. Onder andere dit hoofdstuk, openbaring 17, waarin van de grote geheimen is wordt uitgelegd aan de gemeente, Heer. En tegenwoordig zo klaar en duidelijk te zien in deze wereld. Het is niet voor te stellen, Heer, dat de mensen dat niet massaal allemaal zo zien. Heer, ik bid u mijn leiding, Heer, voor deze preek. In uw naam Jezus Christus. Amen. Voordat ik verval steek, ik zei dus, openbaring 17. Het is een prachtig stuk geschiedenis en profetie. Wij zijn nieuw geboren mensen, gemeente van Jezus Christus. En aan de gemeente is ooit door Paulus en door Johannes zijn zeven geheimenissen opgeschreven, geopenbaard aan de gemeente, die eigenlijk alleen mensen die opnieuw geboren zijn, zouden kunnen snappen. En mits de gemeente daar zich in wil verdiepen. Bijvoorbeeld het geheimenis dat de gemeente op een dag wordt opgenomen. Als troost aan onze geven, daar kun je naar uitkijken. Dat Jezus in het vlees kwam. God werd een mens. Nou, dat zijn een aantal geheimenissen. Een van die geheimenissen is dit. Babylon de grote hoer. En daar ga ik het niet eens specifiek over hebben zometeen. Ik ga het zometeen hebben over die koningen. Ik ga straks nog verder lezen. En uiteindelijk eindigen we bij de negende koning. En wie is dat dan? Nou, dat is degene waar we allemaal naar uitkijken. Jezus Christus, die ooit terugkomt in deze wereld. En dan een rechtvaardige maatschappij, heerschappij over deze aarde en het universum zal vestigen. En daar mogen wij bij zijn. Ik ben net begonnen te lezen met zes versen. En ik loop het even door. Want dit is ook een hoofdstuk waar mensen van kunnen zeggen van ja, dit is allemaal inlegkunde. Maar dit hoofdstuk geeft gewoon antwoorden op heel veel vragen. Gewoon in het hoofdstuk zelf. Het staat gewoon geschreven. Het is zo duidelijk dat die organisatie die ik nou een aantal keren weer zal noemen. Die organisatie vanuit Rome, een van de grootste religieuze organisaties in de wereld, het Rooms-Katholicisme, was ook helemaal niet zo happig op dat dit in de Bijbel kwam, het boek Openbaring, want het was al te duidelijk dat het over de katholieke kerk onder andere ging. En als je leest de vers 1, en één uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zei dat mij, kom herwaarts, ik zal u tonen, het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dan ga ik vast met u naar vers 15, wat er staat aan te lezen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Oftewel,
de wereld. De grote Huwer die er zit op vele wateren. Dus die heerst over de hele wereld. Die te maken heeft met de hele wereld. Alle landen, alle naties, alle etniciteiten, alle talen. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. En die de aarde bewoners zijn dronken geworden van een wijnhoerij. Dus de Heer noemt het hoerij. Het is iets wat in zijn ogen zonde is, godloos. En de wereld heeft daar rijkelijk in meegedaan. Vers 3. En hij bracht mij weg in de woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dus die vrouw die zit op een beest. Dat vol was van namen der godlastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. Daar komen we zo meteen weer op terecht. En die vrouw was bekleed met purper en scharlaken. En versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid haar hoerij. Dus weer op benadruk, dit is een enorme godloze organisatie. Gekleed met purper en scharlaken. Weer een hint dat het te maken heeft met die organisatie in Rome. De Rooms-Katholieke Kerk van tegenwoordig is eigenlijk gegrondvest op de oude Romeinse keizerlijke heerschappij. De Romeinse keizer was de Pontifex Maximus. Hij was de leider van het enorme rijk, maar hij was ook de geestelijke leider van alle religies in het rijk. En het was alleen aan keizers voorbehouden om purper te mogen dragen. Dat werd dan een bepaalde verf, die het gewoon uit de purperslak, die vind je in de Middellandse Zee. En scharlaken, ook een kleur die dan door de Senaat werd gebruikt. En de Rooms-Katholieke Kerk, hè, het scharlakenrood is voorbehouden voor de prelaten, de kardinalen, de bisschoppen. En dat purper. En vers 5. Op het voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoerijen en de gruwelen der aarde. En dan hebben mensen al vaak gezegd van, als het over Rome gaat, waarom staat er dan Babylon? Nou, het is eigenlijk een zijverhaal wat ik nou niet allemaal ga vertellen. In Babylon is ooit een mysterie-religie ontstaan, wat eigenlijk teruggaat op duivelsaanbidding, Baal-aanbidding. En dat systeem van een koning, die niet alleen koning was, maar ook hoge priester, dat is doorgegaan door het Midden-Oosten. Uiteindelijk komt het terecht in het Romeinse Rijk. En de keizer, Julius Caesar, was de eerste. Die noemde zich Pontifex Maximus. En Julius Caesar die kwam uit het Julische geslacht en de Julische familie die waren altijd, die hadden functies in de religie. En uiteindelijk wilde hij ook dictator worden. Ik vertel het even heel kort door de bocht. En hij op een gegeven moment heeft hij dat zo ingesteld, Pontifex Maximus. En eigenlijk wat je nu ziet in de kerk van Rome, het is een organisatie die schijnbaar heel christelijk lijkt. Maar eigenlijk is het het voorzetting van de oude Baalcultus die duizenden jaren teruggaat. Dat is geen verschil. Het lijkt heel vroom, het lijkt heel christelijk. Als je de huidige paus ziet en hij kust weer een paar gehandicapten. Het lijkt heel barmhartig en al. En hij zegt mooie woordjes, maar er verandert niks aan het zielenheil van mensen in deze wereld. Dit is iets waar eeuwenlang heel veel over gepreekt is door protestanten, baptisten. Tegenwoordig hoor je hier niet zoveel meer over. En dan komt het vers 6. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dan moet je één ding niet vergeten. Ik praat nog steeds over Rome als de organisatie die nu bestaat en die de afgelopen 1500 jaar er is geweest. En vergeet niet, de Rooms-Katholieke Kerk is niet de kerk die in de eerste eeuw ontstond. De Rooms-Katholieke Kerk ontstaat zo geleidelijk vanaf de vierde eeuw als in het Romeinse Rijk een staatskerk ontstaat. Waarin had je dus christenen die zeiden van nee, wij zijn christenen, we blijven daaruit. En je had een organisatie, dat werd een Romeinse staatskerk, die deed wat de keizer wilde. Waar allemaal mensen bij gingen zitten die doorhadden van als ik iets wil betekenen in deze maatschappij, dan moet ik in ieder geval lid worden van die staatskerk. Het was dus een dode wereldse organisatie. En ik spreek nog steeds over die groep. Zoals het geweest is, maar Johannes ziet het in een visioen. Dit is iets wat, zoals het hier beschreven staat, letterlijk gebeurt in de grote verdrukking. Die tijd als de gemeente is opgenomen. Ja, zoals op dit moment in de geschiedenis, daar wordt de gemeente opgenomen. Of daar staat het nog mooier, een mooie banier hier. Dit is 7000 jaar geschiedenis van deze wereld. Het staat niet in chronologische tijdsvolgorde. Het staat, grofweg,
Hier worden een aantal punten naar voren gehaald. En wat hier eigenlijk de meeste ruimte heeft op dit doek, dat is die 70ste jaarweek van Daniël. Dit stukje tot dit stukje, dit is 7 jaar. Dit hier is 2000 jaar genadetijd. Het moment dat Jezus teruggaat naar de hemel, de gemeente ontstaat. En dan heb je een Bijbelse gemeente en je hebt dan een wereldse gemeente, een wereldse kerk, een katholieke kerk. En dan wordt de gemeente op een dag opgenomen. En dan begint de grote verdrukking. En dat beschrijft Johannes hier letterlijk. En wat dan duidelijk is om te lezen, hij verwonderde zich als ik haar zag met grote verwondering. Johannes is verbijsterd wat hij ziet. En in de loop der jaren, toen begon ik me te realiseren dat Johannes, die dan dit opschrijft, ergens 90 na Christus, 96 na Christus geloof ik, op Patmos, die heeft meegemaakt dat de gemeente is ontstaan, die heeft broeders en zusters meegemaakt, die kent hij. En hij ziet dus in een visioen een organisatie die heiligen vermoord. Want in de grote verdrukking komen ook mensen tot geloof, die dan door geloof en werken moeten volhouden. En als ze hun geloof verloochenen, dan zijn ze hun behoud kwijt. Maar die mensen worden vervolgd door die organisatie van die vrouw. Die dus blijkbaar nog altijd heel vroom lijkt, die heel christelijk lijkt. Dus die Johannes die verbijstert zich, die verwondert zich wat er gebeurt. Daar worden mijn broeders en zusters vermoord door een groep die heel christelijk lijken. Tegenwoordig ook, als je met mensen hierover praat en je zegt van nou, wist je wel dat de Rooms-Katholieke Kerk miljoenen mensen heeft vermoord? Christenen, Joden, dat is gewoon een historisch feit. Dat leer je op een universiteit als je gaat studeren. Ik nog wel tenminste. En dan kijken mensen zo moeilijk van, maar dat zijn toch ook christelijke mensen? Nou, een constante in de wereldgeschiedenis is dat juist die organisatie van Rome heel veel mensen heeft vermoord. Tot in de Tweede Wereldoorlog en toe. De Tweede Wereldoorlog waren er 6 vernietigingskampen in Polen, zoals Auschwitz, Chełmno, Chemnitz, Sobibor. Die werden allemaal geleid door Rooms-Katholieke kampleiders. Zoals Rudolf Hus, niet Hess, maar Hus, Rudolf Hus, was leider van Auschwitz, was een trouw onderdaan van de Rooms-Katholieke Kerk. Je zou verwachten als zo'n organisatie later erachter komt dat enkele van hun leden zulke misdaden hebben begaan, dan word je van de ledenlijst geschrapt. Dat is nooit gebeurd. Niemand van al die hoge naties tot Adolf Hitler aan toe is geëxcommuniceerd bij de kerk van Rome. Nou, als ik dit soort dingen zeg, dan zouden eigenlijk de bellen moeten overgaan bij een mens met gezond verstand. Gisteravond heeft Nico al gezegd, het woordje holocaust, dat is gewoon een Latijns woord, dat betekent brandoffer. Dat is bedacht door de Inquisitie tijdens de conquistadores in Spanje vanaf de 12e eeuw. Toen ze Arabieren, die zaten allemaal in Spanje, moslims, aan het verjagen waren. Maar een van de zwaartepunten was kettervervolging. Christenen vervolgen, Joden vervolgen. Dat is een van de redenen waarom later heel veel Joden hier naartoe kwamen naar Nederland. Die vluchten uit Spanje. Nou, het idee alleen al, een brandoffer, een woord, betekent dus dat je iets offert. Ja, aan wie? De moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog hoort ook bij die holocaust. En aan wie breng je dat offer? Aan de levende ware God? Wat voor religieuze organisatie denkt daar een God mee plezier te doen? De kerk van Rome is een satanische, baalsvererende, en de baal is in wezen de duivel, organisatie. Een dodelijke organisatie. Oké, maar dat is wat waar. Goed, maar ik ga verder. En dan ben ik bij vers 7. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt. Hetwelk de 7 hoofden heeft en de 10 horenen. Hier staat het woord verborgenheid. Mysterie, geheimenis. Er zijn 7 verborgenheden gegeven aan de gemeente, zodat wij dingen hier in deze wereld kunnen snappen die niet geredde mensen niet snappen. Dat heeft de Heer specifiek aan de gemeente geopenbaard. Dit is er één van. Dus dit zouden we als basiskenners al moeten leren als je tot geloof komt in je gemeente. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet.
En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. En op het moment dat Johannes het visioen ontvangt, is er nog geen letterlijke antichrist. Het was niet, het is niet, hoewel het is. Want die geest van die antichrist, die is er al, kunnen we een aantal keren lezen in Johannesbrief bijvoorbeeld. En die geest van de antichrist, is gisteren ook al even genoemd, daar ga ik ook niet dieper op in, die is ook al waarschijnlijk al geweest in de geest van Judas. Judas Iscariot. En ja, ik sla een paar teksten over. Hier, wat ik nou lees, vers 8, parallel eraan loopt een groot gedeelte van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En dan kun je ook lezen over dat antichrist die dan gaat heersen over de wereld. En mensen die de waarheid hebben tegengestaan, hun namen staan niet geschreven in het boek des levens, die tuinen erin. Stelt u zich voor, als op dit moment de gemeente zal worden opgenomen, dan zal dat vast nog wel opgemerkt in deze wereld. Ik ben heel lief erin, er zullen hopelijk miljoenen mensen in één keer weg zijn. De wereld kijkt er aan, die is waarschijnlijk verbijsterd. En dan komen ze al heel snel meteen onder een verklaring en dan gaat alles weer vrolijk verder. Dan zal er een antichrist opstaan. Een wereldleider die door iedereen wordt geaccepteerd. Een punt is, iemand als Luther, die had het ook heel goed door en heel veel andere reformatoren. Hier wordt een systeem beschreven wat maar uit één groep kan voortkomen die niet te herkennen is in deze wereld. En dat is de kerk van Rome. Het Rooms-Katholieke systeem. Dus terwijl de gemeente zich nu blind staat op het zogenaamde moslimgevaar, of op het communisme, of op een nieuwe koude oorlog, of een atoomoorlog, of een atoombom uit Noord-Korea, in werkelijkheid werkt Rome weer verder aan een grote comeback, want sinds de reformatie hebben ze een paar eeuwen niet kunnen doen wat ze het liefste wil. De gemeente vernietigen en het jodendom vernietigen. Maar die komen weer terug en als dan die grote verdrukking is begonnen, dan heb je dus een wereld vol mensen die op dat moment hebben heel veel een kans gehad om het evangelie aan te nemen. Elke keer als wij op straat staan te evangeliseren, dan kom je 10.000 mensen tegen als je een middag in een stad doorbrengt. Allemaal mensen die kennis hadden kunnen nemen van het evangelie. Maar het hebben afgeslagen. Dat zijn die mensen die dan vol verwondering naar die antichrist kijken. En denken van, nou dit moet inderdaad wel de Christus zijn. Dit is te wonderlijk voor woorden. Ze tuinen er met open ogen in. Mensen die de waarheid hebben tegengestaan, zoals 2 Thessalonicenzen 2 zegt. Oké, vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. Nou, ik ben geboren getogen in Leeuwarden. Dat is een stad die is gebouwd op 3 terpen. 3 terpen, dat zijn maar 3 heuveltjes. Dat zijn niet 7 bergen. Er zijn veel mensen geweest in de geschiedenis die zeiden van, wat voor stad moet het zijn? Een stad op 7 bergen. Ik heb wel eens wat mensen horen fantaseren over er iets was met de letterlijke stad Babylon, omdat je dat hebt kunnen lezen. Dan willen ze met alle geweld dat betrekken op Babylon. Nou, Babylon is niet gebouwd op 7 bergen. Ik geloof dat er in Noorwegen een stad is die op 7 heuvelen staat. Maar we kunnen er lang omheen draaien. Met de clues die hierin worden gegeven, er is 1 stad in deze wereld gebouwd op 7 heuvelen. Dat is Rome. Alles draait om Rome. En als je dan kijkt in vers 18 van dit hoofdstuk, hè, dit is een zelfverklarend hoofdstuk. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus die vrouw, waar ik het nou steeds over heb, is een stad. En die stad staat op 7 heuvelen. Rome. Straks is er een organisatie die enorme terreur en goddeloze helse toestand over deze wereld laat losbarsten. Nou, dat kan er voortkomen uit 1 organisatie die volgens sommige historici, en dat zijn wereldse historici, waarschijnlijk vanaf de 4e eeuw tot deze eeuw 68 miljoen mensen heeft vermoord. 68 miljoen. Ik kwam eens een keer, we waren in de straat breken in Leeuwarden was dat geloof ik. En er was een man die begon zo tegen mij van, ja, dat kwam zo te sprake namelijk. Een gesprek hè, op straat, over 68 miljoen doden te hebben. Maar die man die zei, waarschijnlijk waren het er maar 50 miljoen.
Ik zei, meneer, al waren het er 100.000. Hoe heilig kan een religieuze groep zijn als ze al zoveel mensen vermoorden? 68 miljoen. Als ik tegenwoordig met jeugd hierover heb op straat, want dan halen ze dit soort dingen erbij, dan halen ze hun schouders op. Ga naar een goede boekwinkel in Nederland, een goede geschiedenis, of een winkel met een goede geschiedenisbibliotheek. Die komt altijd boeken tegen over de misdaden van Rome, over de Jezuïeten, dat is de militaire tak van Rome, en hun misdaden. Ik sta hier eigenlijk alweer een minuut lang hier aan te verbruiken, maar dit was iets wat vroeger zo normaal was. Dat wist gewoon elke christen in Nederland. Want notabene, dit is een gebiedje waar verhoudingsgewijs een van de grootste moordpartijen is losgebarsten op de gemeente. Zo in de 16e eeuw, toen dit land is ontstaan uit een opstand tegen Rome, Spanje, een katholiek systeem, dat kwam onder andere omdat hier eerst heel veel christenen zijn vervolgd. Er zijn waarschijnlijk in een aantal jaren tijd 50.000 christenen hier op de brandstapels omgekomen. Op een gebied met nog geen miljoen inwoners. En voornamelijk aan de kustprovincies Groningen, Friesland, Holland, Zeeland, Vlaanderen. En dat wist iedereen hier gewoon. Maar in verzuild Nederland in de loop van de 20e eeuw, en Rome die kwam alweer terug, die pakte weer steeds meer macht. Dan moest je niet met dat soort ressentimenten leven natuurlijk. Na de nieuwe grondwet van 1848 mocht Rome hier weer gewoon als een normale kerk zijn gang gaan, 1853. Daarvoor werd, dat hoor je tegenwoordig heel vaak. De Rooms-Katholieke Kerk komt er helemaal terug in onze maatschappij. En wat je de laatste tijd heel vaak hoort, zeker vorig jaar, of ja, in het jaar 2017, in het Lutherjaar, zo van, die protestanten die praten wel zo mooi, maar weten jullie wel hoe wij hebben geleden hier, wij katholieken, de 18 van Gorkum, en we mochten niet in processies over straat, en we moesten in schuilkerken, moesten wij onze missen houden. Nou, iedereen wist dat die kerken er waren, dat heette dan staties. Wat was nou bijzonder aan deze republiek? Toen hier Nederland een onafhankelijk land werd, toen werd er gezegd zo van, er komt geen staatskerk. Dat is vrij uniek, geen staatskerk, want anders gaat die staatskerk weer anders denken, de vervolgen en vermoorden. Er is wel een bevoordeelde kerk, dat is de gereformeerde kerk. Maar al die massa's van baptisten en wederdopers, waar ik woonde, ik kom uit Friesland, had je meer wederdopers dan protestanten. In een stad als Leeuwarden had je ongeveer 10% was protestant. Echt niet meer. 25% was katholiek, 25% was baptist. En de rest was gewoon kerkbezoeken. Die ging maar naar een kerk toe, maar die waren niet lidmaat. En dat werd getolereerd. Dat is niet, zoals tegenwoordig wordt gezegd, gelijkberechtigd. Nee, het werd getolereerd. Ze wisten dat die katholieken daar op hun zolder en zo, dat ze daar een kerkje hadden getimmerd, of een tempeltje hadden getimmerd. Dus als je ook in de Kalverstraat komt in Amsterdam, dan heb je nou Onze Lieve Vrouw op Zolder, wel bekend denk ik. Als je daar langs loopt, dan zie je dat staat al zwart van de toeristen. En dan maken ze nou enorme dramatische verhalen van, de katholieken hebben hier 300 jaar gruwelijk geleden. Nee, katholieken werden niet vervolgd. Ze mochten rustig aan gang gaan als ze maar dat niet in de openbaarheid deden. En dat was ook zo met baptisten. Dan heb je baptisten, oude baptistengemeentes hier in Nederland, in grote steden. Ze zijn altijd achteraf, in achterafstraatjes, want ze mochten niet voor aan op de straatkant herkenbaar zijn. Maar ze mochten hun gang gaan. En dan hoor je dan tegenwoordig die verhalen van katholieke mensen, van waar zijn ze zo gruwelijk vervolgd? Nee, dat zijn jullie hier niet. Jullie werden getolereerd. Alleen Jezuïeten. Als Jezuïeten hier als agent werden ontmaskerd, nog in de 17e eeuw, dan kregen ze meteen de doodstraf. Maar dat had ook zo zijn reden. Vers 10. En er zijn ook 7 koningen. De 5 zijn gevallen en de 1 is, de ander is nog niet gekomen en wanneer hij zal gekomen zijn, hij moet er weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning en is uit de 7 en gaat het verderven. Nou, dit lijkt heel ingewikkeld, maar het is ook weer zelfverklarend. Die vrouw zit op een beest met 7 hoofden en, 10 horenen en die 7, dat zijn dus 7 heuvelen. Waar die stad op staat. Oké. Maar, staat er in vers 10, het zijn ook 7 koningen. 5 zijn gevallen. Dus op het moment dat Johannes het opschrijft, zijn 5 al geweest. De ene is. Dus terwijl hij dat schrijft, is 1 van die koninkrijken gaande. De andere is nog niet gekomen. En wanneer die gekomen zijn, is hij
Moet hij een weinig tijds blijven. En dan wordt het later de achtste koning. En gaat het verderven. Al vrij vroeg in de geschiedenis waren er al christenen die zeiden van die koningen moeten we waarschijnlijk identificeren als rijken. Rijken die op een of andere manier iets te maken hebben gehad met het vervolgen of bedreigen van dat wat de Heer interesseert. Dat is zijn oogappel Israël en de gemeente van Jezus Christus. Want waarom is hij aan ons geïnteresseerd? Omdat we zijn gereinigd door het bloed van Jezus Christus en zo'n deel zijn geworden van zijn lichaam. En wat haat de wereld? Het volk Israël. En Jezus Christus. Daarom zijn christenen en joden altijd vermoord. Als je dan kijkt naar die zeven rijken. Vijf zijn gevallen. Het eerste zou Egypte zijn. Het tweede rijk zou Assyrië zijn. Het Assyrische Rijk. Waarvan je in Jesaja kan lezen hoe die dan met veel plezier, dat staat in Jesaja 10, het Joodse volk vernietigen. Omdat ze denken dat ze dat zelf hebben bedacht. Maar de Heer gebruikt het volk om zo een oordeel te vellen over de zonde van Israël. Het derde rijk gaat om het Babylonische Rijk. Het vierde rijk, het Perzische Rijk. Het vijfde rijk, het Griekse Rijk. En dan staat er, en de één is. Nou, welk rijk was er toen Johannes leefde? Dat was het Romeinse Rijk. Dus het zesde rijk. Omwille van de tijd ga ik het nou niet opzoeken. Maar je kunt het opschrijven. Als je leest in Daniël 2, Daniël 2 vers 37 tot en met 44, dan heb je een tekst dat correspondeert. Voor een groot deel met wat hier staat. Het boek Daniël is als het boek Openbaring voor ons, is dat boek Daniël voor het Joodse volk. En wat Nico gisteren ook al zei, het boek Daniël, heel veel mensen hebben al gezegd, dat kan niet echt zijn, want daar staat gewoon eeuwen geschiedenis in beschreven. Terwijl het uit de zesde eeuw voor Christus komt. Dat kan dus niet echt zijn, is een vervalsing. Dat is een van de redenen waarom ik als jochie van 18, lang het verhaal kort te maken, ik had een Bijbel gekregen voor mijn verjaardag. En ik had erin zitten lezen. Ik had gelukkig al veel geredde vrienden om me heen. Mijn moeder was tot geloof gekomen. En ik las in Daniël. En ik las dat. En ik, nog totaal niet onderlegd in theologie, helemaal niks. Ik wist niks van de Bijbel. Ik wist niet eens hoe het evangelie in elkaar stak. Ik las alleen die passage in Daniël. En ik dacht, dat gaat over de Babyloniërs, over de Grieken, over de Romeinen. Hoe kan die dat geweten hebben? En ik wat over lezen en interessant is ook, er zijn er mensen die zeggen, ja, het is in de eerste eeuw gemaakt, de eerste eeuw voor Christus. Dat is dan een makkelijke verklaring voor luie mensen. Maar een groot deel van het boek Daniël is geschreven in het Aramees. Aramees was een wereldtaal in die tijd. Dat was, het Aramees is een zustertaal van het Hebreeuws, dus ook een Semitische taal. En dat werd gesproken in het hele Midden-Oosten. Ook nog ter tijde van Jezus Christus. En dat Aramees, dat is, heeft zo lang bestaan, het bestaat zelfs nog, bestaat uit zoveel dialecten en varianten. Het aardige is, het boek Daniël is geschreven in het Rijks-Aramees uit het westelijke Midden-Oosten gebied uit de 6e of 7e eeuw voor Christus. Daar hoor je de meeste commentatoren nooit over. Dus als iemand dat had vervalst in de eerste eeuw, dan had het een toptaalkundige moeten zijn. Die had moeten uitzoeken van hoe schreef men 500-600 jaar geleden. Het klopt allemaal. Het was voor mij een van de redenen om dat te denken van, als dit allemaal waar is, dan wil ik ook weten wat Jezus Christus eigenlijk nou van mij vraagt. Bekering. Bekering van mijn zonde. Bekering, redding door zijn bloed. Goed. De één is, dat is dan het Romeinse Rijk. En, oh ja, dat wou ik even zeggen, in Daniël 2, dan heb je dat visioen van het beeld van Nebukadnezar. Goud, zilver, koper, ijzer, dan ijzer verment met leem. En dat zijn kenmerken, die worden ook gegeven aan die rijken. Dus dat Babylonische Rijk, dat is dan ook met goud vergeleken. De Perzen met zilver, de Grieken met koper, de Romeinen, het Romeinse Rijk met ijzer. En dan kom je bij dat zevende, wat ik net al las. En de ander is nog niet gekomen. Ooit is het Romeinse Rijk gevallen. Het West-Romeinse Rijk valt in de 5e eeuw, 476. Wat mensen in Nederland eigenlijk nooit zo weten. Het Oost-Romeinse Rijk viel pas in de 15e eeuw, in 1453.
het Oost-Romeinse Rijk met Constantinopel, werd ingenomen door de Turken, die ooit als gastarbeiders uit Mongolië werden uitgenodigd om als huurling voor het Oost-Romeinse Rijk te gaan vechten. Uiteindelijk, die Turken waren moslim geworden, uiteindelijk werden het verraders in hun eigen land en die hebben toen de boel overgenomen. Wat is het grote verschil geweest? Het West-Romeinse Rijk had al heel snel een valse Bijbel, een Vulgaatbijbel. Het Oost-Romeinse Rijk had precies dezelfde tekst als deze. Een tekst als Receptus Nieuw Testament en een Masoretisch Oud Testament, een kloppende, echte Bijbel. De Griekse Bijbel van het Oost-Romeinse Rijk was hetzelfde als deze. En zo zien we weer, als je die woorden van God bewaart, dat wendt enorm veel onheil af. Over je persoonlijkheid, over jezelf, over je gezin, over een land, over een rijk. Het Romeinse Rijk valt. En dan komt er dus een periode, gisteravond ook al aangetipt, wat Daniel niet hoeft te beschrijven. Want er zijn de 70 jaarweken. Uiteindelijk moet er nog 1 jaarweek komen. 7 jaren die dan dat oordeel over Israël moeten besluiten. Wij worden geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Straks de wereld die wordt geoordeeld als we de 7 jaren grote verdrukking overleven voor de grote witte troon. Daar horen we straks nog van alles over. Verloren zielen die worden voor de troon der natie. Verhaspel ik mezelf al. Verloren zielen worden ooit geoordeeld voor de grote witte troon. Maar het Joodse volk wordt geoordeeld door 70 jaarweken. En dit waren dan de laatste. Die 7 jaren. Dan heb je dus ook een wereld met miljarden andere mensen. Die dan de waarheid hebben tegengestaan. En die mogen dat ook allemaal meegenieten. Die zitten er allemaal middenin. En dan heb je dus een 7e koning. Die nog niet is gekomen, zo staat in vers 10. En wanneer hij zal gekomen zijn, hij is een weinig tijds. Nou, omwille van de tijd, maar weer, ik laat het verhaal kort te maken. Die eerste koning in die grote verdrukking, of nummer 7, ik moet dan een beetje duidelijk blijven natuurlijk. Die wordt een wereldleider. We noemen hem Antichrist, want dat is de naam die de Bijbel gegeven heeft. Het is heel waarschijnlijk dat hij gewoon voortkomt uit het pausdom. Dus de man die in Rome. De Bijbel geeft wel meer clues over hem. Daar heb ik ook geen tijd voor. Maar die heerst voor 3,5 jaar over de wereld. En het is allemaal fantastisch. En de wereld denkt van, dit is het. Nou hebben we een fantastische wereld. Het Joodse volk, die wordt ook bedonderd. En die gaan een verdrag met hem aan. En die 7e koning is ook de 8e koning, heb ik net gelezen in vers 8. Want die komt hier, maar dan gebeurt er eerst wat. En dan moet ik het eerst even voorlezen. Als je kijkt naar vers 16 en 17. 16 en 17. En de 10 horenden die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten. De 10 horenden, dat zijn dus, even voor de duidelijkheid, ik wil een beetje te snel, vers 12. En de 10 horenden die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Dus op het moment dat de antichrist gaat heersen, dan wordt de wereld blijkbaar verdeeld in 10 sectoren. Daar zijn al veel christenen altijd mee bezig geweest, hoe kunnen we dat indelen? 10 andere leiders, onder koningen van die antichrist. Maar ze haten hem in wezen. En de 10 horenden die gij gezien hebt op het beest, vers 16, die zullen de hoer haten. En ze zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Als die hoer die stad Rome is en het systeem wat daarin zit, die koningen die vernietigen die stad. Vers 17, want God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij enerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Dus die 10 koningen vallen die stad Rome aan, die stad wordt vernietigd. Met wat je kan lezen in Openbaring 13 bijvoorbeeld, begrijp je dan dat de antichrist sterft. Maar het is iets of iemand die heel erg op de Christus lijkt, maar het is een antichrist, hij is altijd tegenovergesteld, maar hij wordt gedood. Kun je lezen in Openbaring 13 een aantal keren. Hij wordt gedood als die stad wordt vernietigd. En wat gebeurt er dan? Hij staat erop uit de dood. En laat ik dat toch maar even lezen, Openbaringen 13. Openbaringen 13, vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot een dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen.
En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Daar hou ik het even bij. Hij staat op uit de dood. En dan, met wat ik zo meteen nog laat zien. Hij staat op uit de dood. Die stad Rome is vernietigd. De hele wereld treurt erover. Dat kun je in Openbaring 18 lezen, want dat duurt allemaal te lang om te vertellen. De wereld treurt, want ja, een fantastische stad met een hele economisch systeem en alles. Het is een ramp voor de wereld, zo schijnt het. Maar dan staat hij op uit de dood en heeft dan een nieuwe hoofdstad. En dat is de stad Jeruzalem. Hij neemt die stad in als een dief in de nacht en dan heeft het Joodse volk door dat ze zijn verraden. Die zijn dan echt de klos. Die worden gruwelijk vervolgd. En dan volgt die tweede regering van die antichrist. De achtste koning. Voor 3,5 jaar weer. Een tijd waarin hij mensen die Jezus proberen te beleiden, na te volgen, gruwelijk vervolgd. De Joden gruwelijk vervolgd. En ondertussen regent het oordelen van de Heer over deze aarde. Daar kun je over lezen 4 keer in Openbaringen. Want het boek Openbaringen, dat zijn 4 verslagen van Gods oordelen in die grote verdrukking. En die regering van de antichrist. Je kan erover lezen in Daniël. En dan nog letterlijk 100 keren door de hele Bijbel heen. Het hele Oude Testament staat vol over situaties uit de grote verdrukking. De terugkeer van Jezus Christus en dan zijn regering. Over deze wereld. Als je het maar wil zien en niet alles gaat vergeestelijken. Zo van, dat is een poëtisch bedoelde passage die over ons gaat. Dat is de laatste jaren wel veel, of de laatste eeuw veel geschreven, een aantal kerkgenootschappen. Vers 12 tot met 15. En de 10 horenen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen. En het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heeren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij... Oh, die had ik al gelezen, excuus. Dus, die 10 koningen... Want ik weet wel, sommige mensen gaat het altijd duizelen. Ja, jullie met jullie boek Daniël en met die jaarweken en dan met het openbaringen. Het is maar net wat jullie eruit willen halen. Maar als je nou... Elke dag rustig je Bijbel leest en het lukt je om de Bijbel 1 keer per jaar door te lezen. Of vaker, of je doet het dan 2 jaar over. Maar je neemt de tijd erover om elke keer rustig die Bijbel te lezen. En je hebt een goede vertaling. En je neemt de tijd ervoor om dat te studeren, om erover na te denken. En je brengt het in gebed bij de Heer. Dan zie je in 1 keer hoe consequent de Heer is in dit te beschrijven. Die antichrist... Die 10 koningen, je kan het ook in Daniël allemaal terugvinden, maar daar neem ik nou niet de tijd voor. Dan zie je ineens hoe duidelijk dat is. De hele Bijbel door beschrijft hij de situatie steeds op dezelfde manier. Het is allemaal niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. Ook al sta ik hier nou misschien heel snel allemaal dingen nou op te noemen. Maar die antichrist, die komt op, heerst voor 3,5 jaar, hij wordt vermoord, staat weer op uit de dood, waardoor de wereld nog meer is overtuigd dat hij een goddelijk wezen is. Dan breekt echt de pleuris uit over deze wereld. Het is een oordeel. En miljoenen mensen zullen het leven laten. En dan, als dan Israël doorheeft dat die man die ze 2000 jaar geleden hebben vermoord, dat inderdaad de Messias was. En ze roepen hem aan. Dat kun je ook heel vaak lezen in de schrift. Zoals in Matteüs 24. Dan komt de Heer meteen terug. Zoals hier staat, vers 14. Met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Met alle heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament. In Openbaringen 19 kun je lezen dat op een dag de Heer dan gaat trouwen met de bruid. Hij is de bruidegom. Wie is de bruid? Nou, dat zijn alle opnieuw geboren zielen uit deze genadetijd. Die zijn nog geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Dan is er de bruiloft en dan zegt de Heer van we gaan terug naar deze wereld. Kunt u zich dat voorstellen? Dat op een dag, met alles wat je nu ziet, alles wat je meemaakt, al het leed in deze wereld, alle ellende, alle onrecht, alle spot en hoon over de rechtmatige heerser in deze wereld, Heer Jezus Christus, dat op een dag, dan mogen wij helemaal perfect, echt nog geen haartje verkeerd, we zijn al helemaal door hem in orde gemaakt, dan is er een bruiloft met de bruidegom. En dan zijn we daar bij een enorm bruiloftsfeest. Je kan eens een begin maken om daar een voorstelling van te maken.
En dan zegt hij van mensen, we gaan terug naar deze wereld. We gaan orde op zaken stellen. En daar mag jij bij zijn. Ik heb jaren geleden eens een keer een bijbelstudio gemaakt. Het heet De Grootste Veldslag Ooit. Ik dacht, dat doe ik in een half uurtje. Ik had er 3-4 uren voor nodig. 4 uren had ik er voor nodig om dat allemaal te vertellen. Honderden teksten waar je kan lezen dat de Heer terugkomt naar deze wereld. En de gemeente is erbij. Heiligen uit het Oude Testament zijn erbij. En wij vechten niet letterlijk mee, wij zijn erbij. Hij heeft ons niet nodig. Hij spreekt woorden uit als een zwaard. En met dat zwaard uit zijn mond vernietigt hij als een vijand. Want dan is het oordeeltijd. Jezus Christus zei in Johannes 3 van ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om zielen te redden. En dat is nou 2000 jaar gaande. Op het moment dat jij iemand het evangelie vertelt, op het moment dat jij op straat het evangelie vertelt, is er nog altijd genade waarin die ongelovige Thomassen die allemaal zo rondlopen en tegen jou zeggen van, nou die God voor jou, waarom laat hij al die rotzooi toe in deze wereld? Nou, omdat hij uit genade nog steeds niet ingrijpt. En deze hele wereld probeert hem te imiteren. Die proberen hem te imiteren door allerlei vredes te sluiten. De vrede van Westfalen, de vrede van Münster, de vrede van dit, de vrede van dat. Maar het is pas de vrede van Jeruzalem die een rechtvaardige, vredige wereld brengt. Maar alleen als hij dat doet. Ons lukt het niet. Ons lukt het niet. Maar je mag erbij zijn. En ieder mens op dit moment, de opname is nog niet geweest. Iemand die nog niet opnieuw geboren is, die kan Jezus aannemen als zijn redder en verlosser. En dan maak je deel uit van die groep, het lichaam van Christus. Goed. We kunnen hier lezen dat als de Heer dan terugkomt, die 10 koningen niks anders kunnen bedenken, samen met die antichrist, dan hem aan te vallen. Dat wordt een gigantische veldslag. De grootste veldslag ooit. Die verliezen ze. En dan sticht de Heer hier dus zijn koninkrijk. Broeder Arjen die gaat er zo meteen ook nog over verder. Even kijken hoor. Nee, dit laat ik allemaal zitten. Wat ik nog wou zeggen. We leven nu dus in een tijd wat de Bijbel genadetijd noemt. Wat niet wordt gedekt door het boek Daniël, wat gisteravond ook al is genoemd. En net lees ik dus in Openbaring 17, 5 koningen zijn geweest. Die 7e, 8e komen nog. Die 6e, die is op dit moment gaande. Nou, dan zegt iemand, ja gunst, dat is heel logisch, want Johannes leefde 96 of in de eerste eeuw na Christus, toen was hij een inwoner van het Romeinse Rijk. Er zijn er al veel mensen die hebben zich mee bezig gehouden van, waarom, wat moeten we nou met die lacune nou van de laatste 1500 jaar in die Bijbel? Al mag het dan genadetijd zijn, de Heer zij geprezen. Het aardige is, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, en je kijkt wat de laatste 2000 jaar allemaal is gebeurd, je zou heel goed kunnen zeggen, de één is, nou daar zitten we nog altijd in. We leven nog altijd in een tijdsgewricht, wat op allerlei manieren wordt overheerst door het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, het West-Romeinse Rijk viel er wel, zoals jij dat kent van de geschiedenisboekjes, het Oost-Romeinse Rijk in de 15e eeuw. Maar politiek leven we nog altijd in een wereld waar allemaal rijken zijn, landen zijn, die de prat op gaan dat ze de enige rechtmatige opvolgers zijn van Rome. Ik ben altijd een man van kaarten. Nou, ik dacht, nou, ik neem nou eens een keer geen kaarten mee. Maar dan zou ik bijvoorbeeld. Ik kreeg vorig jaar een foldertje in de bus. Als je boeken, geschiedenisboeken koopt, dan weten de handelaars je altijd te vinden met foldertjes. Ik kon een mooi boek gaan bestellen over Karel de Grote. De enige ware keizer van het West-Romeinse Rijk. Dat was ook een beetje de titel van het foldertje. Want hij zei, ik ben, hè, nadat Romulus Augustus in de 5e eeuw moest aftreden, hij zei, ik ben de eerste ware nieuwe keizer van het West-Romeinse Rijk. Hij probeerde op allerlei manieren dat zo in stand te houden. Misschien denk je van, wat bedoel je nou te zeggen? Nou, als je een geschiedenisatlas pakt en je kijkt over de geschiedenis van het Midden-Oosten, dan pakken ze vaak 2000-3000 jaar in één keer op een kaartje. Dan zie je allemaal volken. Assyriërs, Babyloniërs, Elamieten, Urieten, noem maar op. En dan zie je vaak van Oud-Babylonische Rijk, Nieuw-Babylonische Rijk. Voor ons is het allemaal Babylonische Rijk. Als je die mensen in die tijd had gevraagd, van wat ben jij? Ik ben een inwoner van Sumer. Ik ben iemand van Ur. Ik ben van dat volk. Ik ben van dat volk. Maar jullie zijn toch van het Babylonische Rijk? Nee, hoe kom je erbij? Zo is het ineens ook met ons. Als nou over 10.000 jaar iemand naar deze tijd zou kijken, dan zou dit tijdsgewricht worden aangeduid als de opvolgrijke van,
van Rome. Want alles dendert gewoon lekker door. Heeft iemand van jullie wel eens Asterix gelezen? Dan heb je zo'n album, dat heet de Odyssee van Asterix. En daar heeft die tekenaar volgens mij neemt gewoon wraak op zijn schooltijd, toen hij al die bij geschiedenis dat allemaal uit zijn hoofd moest leren. Maar dan heb je een pagina, daar lopen Asterix en Obelix, die zwalken door de woestijn, en dan worden ze elke keer aangevallen door weer een andere groep. Oh, we dachten dat jullie Sumeriërs waren. Nee, we zijn geen Sumeriërs. Oh, we dachten dat jullie Hethieten waren. Daar wil ik mee zeggen, voor ons is er gewoon één onoverzichtelijke lange brei van volkeren en talen. En dat wordt vaak, dan zie je gewoon vaak, ja, dat zijn allemaal lange culturen geweest. Dat wordt Babylonisch genoemd, wordt dit, wordt dat. Nou, in wezen, daar leven wij nu ook in. Er zijn allemaal landen en rijken geweest die de pad op gaan dat ze gewoon erfgenamen zijn, opvolgers zijn van Rome. De Franken bijvoorbeeld van Karel de Grote. Of het Habsburgse Rijk, wat nog tot 1803 het Heilig Roomse Rijk heette. Nederland hoorde er ook bij tot 1648. Deel van het Roomse Rijk. Wat was de vlag van het Romeinse Rijk? Dat was een vlag met een dubbelkoppige adelaar. Heeft tot de 15e eeuw gewapperd op de toren van Constantinopel. In Rusland is het nog altijd een symbool, want het zaren gebruikte dat. Ik heb jou, wij wonen in de buurt van Groningen. Nou, Groningen is een van de weinige steden in Nederland met een dubbelkoppige adelaar op het wapen, omdat Groningen altijd meer met de Duitse wereld te maken heeft gehad. En die Duitse wereld, dat was inderdaad het Roomse Rijk. Met de vlag van het Romeinse Rijk. De dubbelkoppige adelaar. Duitsers, Fransen, Napoleon. Napoleon, toen hij echt een wereldrijk had hier, die liet zelfs zijn hele architectuur, mode en van alles inspireren door Rome. Als je kijkt naar heel veel mooie gebouwen hier in Nederland, het stadhuis in Groningen, het Hooggerechtshof in Leeuwarden, ja, kom uit het noorden, dat hoort u al. Kijk maar naar mooie klassicistische gebouwen in Amsterdam of waar dan ook. Het lijkt altijd op tempels en hoogwaardigheidsgebouwen uit Rome. Want dat was het summum van echte cultuur. Het Engelse Rijk, ook in Amsterdam, ik weet wel, in Amsterdam zijn een aantal bruggen, als je er overheen loopt, heb je allemaal stijlornamenten. Dat zijn allemaal overgenomen van de Romeinen. Want dan was je pas een beschaafd land. Verenigde Staten staat ook vol alle belangrijke gebouwen van de Amerikaanse overheid. Zien eruit als Amerikaanse, als Romeinse gebouwen. Rusland, et cetera, et cetera. Je snapt mijn punt wel. Nog een kenmerk, antisemitisch. Nog een kenmerk, trouw of trouw geweest aan de paus. Nog een kenmerk. Heel veel van die landen die de pad op gaan opvolgen, de zuid van het Romeinse Rijk, hebben vaak nog een Romaanse taal. Zoals Frans. Ja, dat is een dialect van het Latijn. 100 jaar geleden was er een meneer die wilde een wereldtaal maken, het Esperanto. Dat is voornamelijk gebaseerd op het Romaans. Maar wat is nou de populairste taal in de wereld? Dat is het Engels. Nou, het Engels dat komt voort uit het Anglo-Saxisch, wat er heel veel leek op de taal die ik ook thuis spreek, het Fries. Maar dat is in één keer veranderd, omdat in de 11e eeuw de Normandiërs Engeland binnenvielen. En sinds die tijd is het Engels is ongeveer voor 80% Frans, Latijn. Dat Engels nog altijd een Germaanse taal wordt genoemd, komt omdat het, de basiswoordenschap is nog steeds Germaans. Maar voor de rest is het Engels eigenlijk een Romaanse taal geworden. De taal van de Antichrist, de taal van Rome, die over de wereld trekt en over de wereld heerst. De taal van eenheid. God gaf diversiteit en talen en de wereld wil eenheid en Rome werkt eraan. Kenmerk van al die landen, trouw aan de Verenigde Naties. Cultuur, architectuur, recht, Romeins recht. Ons recht bestaat voor een groot deel nog altijd uit Romeins recht. Maar goed, ik zou er heel lang over kunnen praten, maar wij zitten eigenlijk in landen die, iemand die over een paar duizend jaar dit zou bekijken, die zou gewoon zeggen van dit is nog altijd de Romeinse wereld. De ene is, daar zitten we nog in. En ook religieus. Want zoals ik net al zei, de Rooms-Katholieke Kerk is gebaseerd op die mysterie-religie uit Babylon. Met een paus als Pontifex Maximus. Hij is de plaatsvervanger van God op deze wereld. Hij is dus de wereldheerser, al snapt de wereld dat nog niet helemaal. En hij is de religieuze leider over alle religies. En als hij praat, ex cathedra, dan praat God. Dat is een heel bescheiden meneer. En die zet die Babylonische mysterie-religie voort.
En dat komt dus weer voort uit het Romeinse Rijk. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt, hè, wat zijn nou, waar kun je het West-Romeinse Rijk nou in herkennen in deze wereld? Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Oceanië, Filipijnen. En min of meer alle communistische en totalitaire dictaturen in Azië en Afrika. Dat is allemaal door Rome geregeerd. Dan had je ook nog het Oost-Romeinse Rijk. Maar goed, die orthodoxe kerk had een echte Bijbel, dus die zijn slechter af. Zoals Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Balkan, Griekenland. En rest in het Midden-Oosten. In het Midden-Oosten heb je gigantische grote kerken gehad. Die al vanaf de ontstaan van de islam het steeds zwaarder hebben gehad. En dus, de laatste jaren met wat nou gebeurt in Syrië en Irak. Daar worden eigenlijk de laatste restanten van die oude kerken. Die worden nou razendsnel om zeep geholpen. Ook iets. We maken ons hier in Nederland druk over alle vluchtelingen die hier naartoe komen. Ik zeg niet dat ik ervoor of ik er tegen ben. Maar je hoort iedereen praten over het moslimgevaar, maar zeg maar 70% van alle mensen die als vluchteling in Nederland komen, is van huis uit een of andere kerkganger. Syrisch orthodox, Nestoriaans orthodox, Koptisch orthodox. Ja. Die komen in een land waarvan ze denken, nou worden die niet meer vervolgd, dan kan ik in ieder geval christen zijn en dan zijn ze ook weer uitgelogeerd. Oké. In Openbaring 17, vers 10, de één is het zesde rijk. Nou, daar zat Johannes in, daar zitten wij nog steeds in. En alleen door de schrift wordt die macht van Rome tegengewerkt. Totdat alles verzuurd is, zo staat Matthäus 13, vers 33. En daar staat een profetie in. En dan een vrouw met 3 maten meel, die gooit daar zuurdeeg bij totdat alles verzuurd is. Nou, dat is een beeld van een gemeente die op dit moment weer steeds meer wordt teruggewonnen door die duivelse leer van Rome. En dat zien we dus nu. In wezen zijn, hè, als je al die christelijke denominaties in de wereld op een rijtje zet, dan zou je ze eigenlijk in 3 groepen kunnen verdelen. Je hebt de katholiserende kerken, hè, dat is de Rooms-Katholieke, de Orthodoxe, noem maar op. Je hebt de protestantse kerken en je hebt de baptistische kerken. 3 maten. Daar komt die vrouw. Nou, we kunnen 1 kerk in de wereld herkennen die door een vrouw wordt beheerst, dat is de Rooms-Katholieke kerk met die hele Maria-cultus. Die gooit de zuurdeesem in totdat alles verzuurd is. Nou, we leven nu dus in 2018, het einde van de Laodicea-tijd. Die is begonnen aan het eind van de 19e eeuw. Je ziet nou hoe alle gezonde kerken die er nog waren, razendsnel worden losgeweekt van een echte Bijbel, worden losgeweekt van een gezonde leer, worden losgeweekt zelfs van een echt levensbrengend evangelie. Dat je nou situaties krijgt, dat als jij gaat evangeliseren op straat, wat wij dan ook doen, wie vallen jou het felste aan? Zijn geen moslims. Zijn ook geen atheïsten. Zijn ook geen protestanten. Of geen katholieken bedoel ik. Nee, dat zijn mensen uit protestantse en baptistische kerken. Die met hun charismatische dienst en leer die ze heel positief in elkaar hebben geknutseld. Eigenlijk jammer van betichten dat, man, je maakt ons te schande met wat je hier doet. Met je liefdeloze toestand. Liefdeloze toestand. Je vertelt mensen hoe ze hun ziel kunnen vereeuwen. Uit genade. Oké. Dat is de 8e koning. De antichrist is de 7e en de 8e koning. En dan op een dag komt Jezus terug. Zoals hier staat beschreven in Openbaring 17. Het lam. En als je dan leest in Zacharia 14 vers 9. Dan kun je lezen. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te die dagen zal de Heere 1 zijn. En zijn naam 1. Dat is die heerschappij, dat is die rechtvaardige wereld waar wij naar uitkijken. Op een dag komt hij terug als koning. Of zoals, dat lees ik toch even voor, Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2 vers 44. Daniel 2 vers 44. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. Vernietigd worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Dat zijn die 10 koninkrijken waar ik net over had. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dus die eeuwige regering van een rechtvaardige koning en God, Jezus Christus. Hij is de 9e koning. En ik heb wel eens vaak gemerkt, als je er met over dit soort praten, dit soort zaken praat, met veel christenen tegenwoordig, dan beginnen mensen een beetje te huiveren van wat de toestand, heb ik geen trek in. Maar mensen, het is toch het beste nieuws wat je horen kan.
de enige ware levende koning die naar deze wereld komt voor een rechtvaardige wereld. En daar mogen wij bij zijn straks. Ik had, wou nog twee dingen lezen. Ik ga nog naar Psalm 58. Psalm 58. Psalm 58, de laatste twee versen. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak aanschouwt. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed des goddelozen. En de mens zal zeggen, immers is er vrucht voor de rechtvaardige. Immers is er een God die op de aarde richt. Heel veel mensen ervaren dit als negatief. Als iets gruwelijks. Die zullen zeggen van bloed, wraak. Is het voor een rare gemene God? Dat is een God die zijn zoon 2000 jaar geleden stuurde om te laten offeren voor de zonde van ieder mens, uit genade. Dat is een God die al 2000 jaar zijn armen uitsteekt naar elke verdolde, ronddolende en verloren ziel die zoekt naar waarheid en zoekt naar verlossing. Dat is een God die ieder mens een eerlijke kans geeft om zich te laten redden. En zoals ik al zei, die niet kan om te veroordelen maar om zondaars te redden, zo staat in Openbaring 3. Maar als je die tweede keer komt, dan krijgt deze wereld zijn rechtvaardige oordeel. In Jesaja, ik ga nog niet op duur lang, daar kun je op een gegeven moment op lezen. Als de Heer geen oordeel zou vellen, niet rechtvaardig zou optreden, dan zou de wereld ook niet snappen wat ze hebben misdaan. Het moet gewoon een eerlijke straf zijn. Dat is gewoon normaal. En op een dag, je kan het dan lezen in Openbaring 19, is er een huwelijk tussen de bruid en de bruidegom. En dan met al die heiligen gaat de Heer terug naar deze wereld. Met een zwaard uit zijn mond, zo spreekt hij al zijn vijanden aan en bij de honderden miljoenen worden ze verslagen. Weer, de mensen draaien om. Wat een rare God. Nee, wat een rare mensen. Als de levende ware God komt uit de hemel terug en wat bedenkt de mensheid? We gaan hem aanvallen. Zo raar zitten mensen in elkaar. Je kan in Openbaringen lezen dat oordeel na oordeel, pijniging na pijniging en de mensen kauwen hun tongen van de pijn en ze vervloeken God. Er is geen berouw, er is geen inkeer zo van, hé, hebben wij iets fout gedaan? Dat is de mens. En dan kun je lezen en dan pak je nog één tekst en dan hou ik ermee op voor dit moment. Ik ga naar Joël 2, een korte brief, dat is een hele beeldende brief. Kijk op, Joël. In Joël kun je lezen, dat begint ermee, de laatste weken of maanden van een grote verdrukking. Het is geschreven vanuit het perspectief van het Joodse volk. En die hebben dan al zo'n zware verdrukking te verduren dat er eigenlijk geen hoop meer is. Dat kun je overlezen in het eerste hoofdstuk. Er lijkt geen redding meer mogelijk. Er groeit niks meer, hongersnood, overal vijanden, overal vuur, overal vijanden, overal ellende. En dan in hoofdstuk 2. Ja, dan gebeurt er wat, dat ga ik zo meteen even lezen. En dan in hoofdstuk 3, dan is de Heer terug op deze wereld. En dan gaat hij de volken die die grote verdrukking hebben overleefd, oordelen. Dat is het oordeel van een troonde natie. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik lees Joël 2 vanaf vers 1. Blaas de bezuinte Sion en roep luide op een berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is erbij. Dag des Heeren, dat is een term die zie je altijd in de Bijbel. De dag des Heeren is het duizendjarig vrederijk en die begint als hij terugkomt. Eén dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk. Desgelijks vanouds niet geweest is. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren voor vele geslachten. Als een vuurwals komt er dus iets aan op deze wereld. Voor hetzelfde verteert een vuur. En achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. Maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dezelfde gedaante is als de gedaante van paarden. En als ruiters, zo zullen ze lopen. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagens. Op de hoogte der bergen
als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En zij zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, een wapen, dat is iets om je af te weren, zo'n wapen, niet zo'n ding met kogels. Zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren. Zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters zien komen als een dief. De aarde is beroerd voor een zelfs aangezicht, de hemel beeft. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Wat hier beschreven staat, is dus Jezus Christus, die als bruidegom getrouwd met de bruid en met alle geloofsheiligen ook uit het Oude Testament, allemaal terugkeren naar deze wereld en met zijn, uit zijn mond komen woorden als een zwaard, of als een zwaard uit zijn mond, en zo verslaat hij zijn vijanden. En wat je hier kan lezen, ook met alles, dat grote leger wat erbij is, dat zijn al die mensen, zoals u en ik, opnieuw geboren zielen. Geloofsheiligen. En niks of niemand op deze wereld kan hem stoppen. Want hij komt gewoon terug en hij gaat orde op zaken stellen. Hij vernietigt de antichrist. Hij vernietigt al die duivelse systemen. Al die goddeloze mensen. En dan hebben we hier een eerlijke wereld. Een normale wereld. En in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 kun je dan lezen. Ons zal het niet als een dief in de nacht overkomen. Want dat is bedoeld, die hele term, voor het volk Israël. Die in die periode een verdrag aangaat met de antichrist en dan erachter komt dat ze worden verraden. Hij is een valse bondgenoot. En pas als ze dan doorhebben dat die Jezus Christus, dat hun Messias is, en hem aanroepen, dan komt hij ook meteen terug. En dan herstelt de Heer een rechtvaardige maatschappij met Israël als zijn land. Dat is dan zo groot als het Midden-Oosten. Jeruzalem wordt de hoofdstad. Wij komen te wonen in het Nieuwe Jeruzalem. De gemeente komt te wonen in een stad in het heelal. En de Heer is fantasievoller dan wat science fiction schrijvers kunnen bedenken. En daar kun je naar uitkijken. Inderdaad. Maar deze passage, want dat had ik oorspronkelijk vanochtend zullen doen, over die veldslag, die grootste veldslag ooit. Dit kun je tientallen keren gewoon steeds weer lezen door de hele Bijbel heen. De Heer die terugkomt en orde op zaken stelt. En u en ik, zo u gered bent, mogen erbij zijn.